Nou, ik zie ook heel veel frisse gezichten. Het is goed om jullie allemaal te zien hier. Welkom dat jullie zijn gekomen. Hartstikke gaaf. Ik heb er heel erg veel zin in en ik heb dus ook echt super lekker geslapen. Ik zie ontzettend veel mensen al met KP-shirtjes of hoodies of patches. En daar wil ik meteen eventjes iets over zeggen, want ik zet altijd met alle liefde een handtekening. Of dat nou op een boekje is, of op een t-shirt, een hoodie, een patchje, of op een schoen, waar je het ook wil. Ik zet een handtekening voor je. Alleen we hebben één dingetje waar we heel even rekening mee moeten houden. En zoals jullie weten, denk ik, is Mayo geopereerd aan de arm. Weten jullie dat? Ja. En daardoor heeft ze een beetje pijn aan de schouder. En is handtekeningen voor haar zetten wel echt heel erg moeilijk. Dus hebben we er toch voor gekozen om een beter herstel voor Mayo te hebben. Om geen handtekeningen te laten zetten door Mayo. Maar ik heb een zwarte stift. Ik heb een witte stift. Dus, en ik ben heel erg goed ondertussen, denk ik, in een handtekening zetten. Dus als jullie een handtekening willen, dan laat het mij weten en dan zet ik hem met alle liefde voor je. Zie ik jullie straks in de meet-and-greet ruimte. En dan gaan we ook eventjes, als jullie het goed vinden, ik heb de camera aanstaan, die heb ik op timelapse. Dus dat betekent dat hij neemt verder geen geluid op of iets of wat dan ook. Maar hij maakt wel een super mooie snelle video van iedereen die langs is gekomen. Dus daar heb ik in ieder geval de timelapse aan staan. En dan komen we, als het goed is, in een mooie flits komen we allemaal voorbij in de vlog. Dus helemaal top. Ik ga dan nu naar de meet and greet ruimte. Marjan is daar ook. Gaan we de stiften erbij pakken en dan zie ik jullie straks bij de meet and greet ruimte. En ja, dan is eigenlijk de laatste vraag aan jullie. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Oh, dat kan nog net even wat harder hoor. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Zoals altijd, dikke vette pies! Nog één keer hoor, dikke vette pies! Tot zometeen! Doei! Doei! Ja. Hoe heet je? Goed dat jullie er zijn. Lotte en Robin. En ik heb Lotte heel veel dingen bij jullie bij. Ik heb een mooie brief zelf geschreven. Oké, top. De zelfgeschreven brief nemen we mee. Goed, dan gaan we die te laten. En, Diamond painting. Diamond painting. Heel vet. Dankjewel. En voor jullie speciaal. Die is week lang bezig geweest met de Café van Peter Sjoen. En voor jou de Twitter Amanda. Zo lief. Ook zelf getekend. Super schattig, dankjewel. Heel mooi. Wacht met jullie op de foto. Ja, zeker weten. Maar dan heb ik een vraagje of iemand de foto van ons vieren. Zeker. Pieter die wil zeker wel even de foto maken van ons vieren. Met welke fotocamera kan dat? Doe dat maar met deze. Oh, superleuk. Ja, dan gaan we even een mooie foto maken. Ja, Pieter is foto van de canvas, dus ja, hij is niet scherp hoor. Ja.